Hey iedereen, Wesley hier. Leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe snelreview waarin ik in deze webserie op snel tempo heel veel albums, EP's en mixtapes op snel tempo doorneem die ik in de afgelopen tijd beluisterd heb. Deze video had eigenlijk afgelopen maand uitgebracht moeten zijn, maar er waren ook wel een paar dingetjes namelijk, want ik had namelijk voor deze video wat notities gemaakt die belangrijk waren voor deze video. Alleen de telefoon in kwestie was gestolen toen ik op vakantie was in Italië en ik moest dus een nieuwe telefoon aangeschaffen en moest dus opnieuw naar de albums en EP's beluisteren die ik toen de tijd beluisterd had. Daar waren ook natuurlijk de rijlessen en zo, weet je. Ik had het gewoon heel erg druk, om het zo te zeggen. En ik zal het ook deze maand ook best wel flink druk krijgen. Dus er komt nog heel spoedig een uploadschema waarin jullie kunnen zien welke video's jullie van mij kunnen verwachten. Dus excuses voor de afwezigheid. Dus dat weten jullie ook alvast. En ik zeg dus alvast, genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze snelle review van de maand van juli van 2024. Here we go! Dit nieuwe album van de Engelse DJ, songwriter, producent en zanger Fred Again is aan de slordige kant. De meeste liedjes zijn niet bepaald geweldig als je dat mij vraagt. Dit dubbel album is een samenwerkingsproject tussen Amerikaanse rapper Future en producent Metro Boomin, die in totaal maar liefst 25 nummers bevat en een totale speelduur heeft van anderhalf uur. Anderhalf uur, wat naar mijn mening gewoon veel te lang is. De veel te lange speelduur van dit project is al helemaal niet de moeite waard, waarbij je bijna dezelfde soort mompelrap nummers hoort, ondanks het feit dat het project sterk begint met openings en titelnummer We Still Don't Trust You. Dit album is gewoon veel te lang naar mijn mening. Ze hadden eigenlijk net zo goed een aantal nummers in kunnen korten ofzo. Here we go! Dit nieuwe album van de Nederlandse popband Chef Special is nogal flauw van smaak, als ik het zo moet zeggen. Althans, zo zou ik dit nieuwe project van de band omschrijven, aangezien ik er niet heel veel aan vind. Dit nieuwe album van de Amerikaanse rockband Pearl Jam is een heuse verbetering tegenover hun vorige release genaamd Gigaton uit 2020. Zeker met liedjes als React to Respond en mijn persoonlijke favoriet Running, wat ik echt gewoon een te gek nummer vind. Helaas is dat niet genoeg om Dark Matter een goed album te kunnen noemen, naar mijn mening. Deze nieuwe EP van de Nederlandse zanger en rapper Antoon is saai. Gewoon saai. De titelnummer en ook nog eens het openingsnummer van deze EP, Gezichten, is zonder twijfel het zwakste nummer van dit hele project. Hoewel ik niet al te bekend ben met de Latin pop genre, Mark Anthony wist een album te leveren waarin de liedjes op natuurlijke wijze opgevoerd worden, wat heel erg origineel en verfrissend is om te horen tegen de moderne Latin pop nummers die veelal door drummachines en autotune in elkaar zijn gezet. Helaas wist dit al mij niet te vermaken, ondanks het feit hoe natuurlijk de liedjes klinken, wat ik gewoon echt mooi vind. Dat heeft ook te maken aan de afwezigheid van strakke, opzwepende nummers die ik juist verwacht had op een Latin pop project als deze. Want er was potentie, maar Mark Anthony deed er niks mee. Jammer genoeg. Dit is voor het eerst dat ik naar de Engelse synthpop duo Pet Shop Boys heb geluisterd, door naar dit 15e album van het duo te luisteren. Voor de rest vond ik het album gewoon oké en stelde het voor mij niet heel veel voor, jammer genoeg. Ondanks het feit dat zij al sinds de jaren 80 actief zijn. De Engelse zangeres Jess Glynn, die bekend werd met nummers als Rather Be samen met Clean Bandit en My Love samen met Route 94, beide uit 2014, heeft een unieke zangstem. Maar de liedjes op dit album wisten mij niet te overtuigen dat zij het nog in haar heeft om goede artiest te zijn die ook nog eens goede nummers levert. Het album was voor het merendeel gewoon saai en te langdradig als je het mij vraagt. Dit nieuwe album, of misschien zelfs EP, afhankelijk van hoe je bekijkt, van de Nederlandse hiphopgroep Postman, dit keer enkel en alleen op naam en enkel opgevoerd door frontman The Anonymous Smith alias Postman. Dit project is voor de rest niet verkeerd en het bevat een paar heerlijke nummers. Alleen wist het van zichzelf niet sterk genoeg te zijn om dit album echt goed te kunnen waarderen. Om echt gewoon te denken, dit is een fantastisch album. Er was potentie daar, maar het schoot voor mij net wat te lang, zeg maar. Put trains on, that in my real woman.
Stop it. Get some help. Dit is voor mij de eerste keer dat ik naar de Canadese zanger, producer en songwriter Party Next Door geluisterd heb via dit album. Maar dit album is zo ontzettend saai en het hele album gaat over hoe de artiest denkt aan seks en dat die vreemd gaat. Ja, dat is waar de liedjes gewoon over gaan uiteindelijk. Het is gewoon slecht. Kijk, ik heb niks tegen liedjes die over seks gaan, maar dat maakt dit hele album zo eenzijdig qua inhoud. En dit project is zo ontzettend langdradig dat ik er zelfs van in slaap val. Het is gewoon saai om naar te luisteren. Nou, dat was dus deze snelle review van de maand juli van 2024. Maar welke van de projecten die ik net doorgenomen heb is jouw grote favoriet? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik er zelf nog iets opstikken. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in een goed nieuwe video van mij. Oké? Doei doei!